Welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Dr. Doc en in deze aflevering laat ik je een drietal aanvallen zien onder Stadhuis 8. De eerste aanval is van Projunk, die hier met de Wizards in eerste instantie de buitenliggende gebouwen allemaal weghaalt. En creëert op die manier een tunnel naar het midden richting het stadhuis. Een sprongspreuk om zometeen de troepen naar binnen te geleiden. En hij gaat dus met Hawks aanvallen. Hij heeft 21 Hawks meegenomen. Ik weet niet wat er in het klankkasteel zit, daar komen we zometeen achter. Het vijandelijke klankkasteel komt nu uit. Minions en ballonnen zitten daarin. Nou, met name ballonnen kunnen erg veel schade aanrichten aan die helden. Hij gooit hier ook een gifspreuk neer om die ballonnen uit te schakelen. En hij zit op dit moment op ruim 30% en hij stuurt nu de Hawks naar binnen toe. Ik begin aan de rechterkant het een en ander schoon te maken. Een heel spreuk om ze daar in leven te houden. En de Queen doet haar best om door de muur heen te komen. Maar die wordt waarschijnlijk door die Wizard Tower zo meteen uitgeschakeld. Maakt in principe niet uit, want ook aan de linkerkant wordt nu het klankkasteel ingezet. Met daar ook in wat Hawk Riders. En die schakelen alle verdedigingswerken uit. Nog een grote bom, waar ze door worden verrast. Maar door de heel spreuk worden ze weer in leven gewekt. Of in HP weer geüpwekt. Nou, alle verdedigingswerken zijn bijna weg. Alleen een kanon nog nu actief. Die wordt nu uitgeschakeld. En dat betekent dat Projunk kan beginnen met het opruimen van de rest van de gebouwen. Doet dat met wat barbaren, een aantal wizards nog. En uiteraard met de Hawk Riders. En nou, dat gaat vrij voorspoedig. Vrij eenvoudige tweester. Nou, de kunst hiervan is dus weer het goed tunnelen, het funnelen zoals we dat dan noemen, van de troepen. Omliggende gebouwen weghalen zodat de troepen naar binnen gaan. En in dit geval met de Hawk Riders ervoor zorgen dat je voldoende healspreuken meeneemt om ze in leven te houden op het moment dat ze door die grote bommen worden uitgeschakeld. En de grote bommen zijn eigenlijk de grootste vijanden van de Hawk Riders. Twee grote bommen is voldoende om een level 6 Hawk Rider in één keer uit te schakelen of een hele groep in één keer uit te schakelen. Nou, 3 sterren voor Projunk. Gaan we naar de tweede aanval kijken. En die aanval is van Pet. En dit is wel een hele mooie aanval. Want Pet gebruikt in zijn klankkasteel bowlers. En deze aanval is dus voor Stadhuis 8, maar ook voor Stadhuis 9 spelers een hele interessante om ze even te bekijken. Ik heb jullie in de vorige aflevering een aanval laten zien met miners. En deze is ook erg vrij. Hij heeft 7 helers meegenomen, zoals je kunt zien. En die 7 helers zullen zometeen met de Queen en met de bowlers hun werk moeten gaan doen. Nou, hij schakelt eerst het klankkastel uit op deze manier. Dan moeten de ballonnen nog neergehaald worden. Dat zal hij zometeen doen met de Queen. Met daarachter ook een aantal helers om die Queen in leven te houden. Daar komt de Queen, daar komen de helers. En daar schakelt hij de ballonnen mee uit. Nee. Een blonde, zoals ik net aangaf, kan erg veel schade aanrichten. Dat zie je. 1 slag is voldoende om die Queen eigenlijk al dood te laten gaan. Hij gebruikt zijn ability om haar in leven te houden. En nu gaat hij aan de onderkant met de bowlers de bowler walk beginnen. De rest van de helers zet hij daarop en die bowlers, een 5 stuks in zijn klankkasteel, zorgen ervoor dat het hele linker compartiment zo meteen wordt weggehaald. De Queen doet op haar beurt de bovenste compartiment en op dit moment zitten we dus al op ruim 25% of bijna 50% moet ik zeggen, nu 50%. De Queen blijft in leven, heeft hij een beetje geluk mee en daar komen de Valkyries. Ook hier heeft Pet dus ervoor gezorgd dat de omliggende gebouwen weg zijn, waardoor de Valkyries maar één kant op kunnen gaan en dat is rechtstreeks naar het midden. Nou, de bowlers, daar zijn er nog een tweetal van in leven. Die worden door de healers ook in leven gehouden. En ondertussen gaan in het midden gaan de Valkyries aan de slag. Hij gooit een heel spreuk neer om ze daar in leven te houden. Een dubbele grote bom. Die schakelt daar een eental Valkyries eruit. De rest wordt nu uitgeschakeld door die Teslas. Maar de bowlers blijven doorlopen. Die gaan nu bezig op dat stadhuis uit te schakelen. De Queen is weer in volledige krachten hersteld. Er zijn nog voldoende Valkyries aan leven bovenin om daar het kanon of de mortier uit te schakelen. En op deze manier sluit het web zich langzaam voor Pest, wat is het? Beast van de Raid is. Ruim 77% op dit moment. De bowlers onderin zullen nu langzaam doodgaan. En dat betekent dat de helers nu over zullen gaan dan nog de resterende Valkyries. De King's Ability wordt gebruikt en daarmee komen de Valkyries en de King eenvoudig door die muur heen. En de 3-ster is een feit. Pet had nog een gifspreuk over zelf. Een hele mooie aanval. Iets wat je goed kan oefenen onder Stadhuis 8 of Stadhuis 9. Nou, dan gaan we nu naar de laatste aanval kijken. En die is van RV. RV gaat ook met de Hawk Riders aanvallen. Doet hetzelfde als dat we bij Projunk hebben gezien. Hij maakt eerst een tunnel om ervoor te zorgen dat die helden zo meteen naar binnen kunnen komen. En op het moment dat die helden zo meteen en die golems worden getarget door het klankkasteel. Kunnen we...
de Hog Riders in zitten. Dat gebeurt nu. En die Hog Riders die scharen nu de verdedigingswerken één voor één uit. Aan de rechterkant. Dus het klankkasteel is inmiddels uitgeschakeld door die dubbele gifspreuk. De hilspreuk om die Hog Riders in leven te houden. En de Hog Riders kunnen ook erg veel last hebben van die skeleton traps. Die lopen maar achter hen aan. En in principe schakelen de Hog Riders die niet uit. Dus dat moeten de overige troepen doen. Dat zie je nu die Wizards doen aan de onderkant. Nou, nog een hilspreuk om het een en ander in leven te houden. En ja, we zijn al heel erg veel door de basis heen. We hebben al meer dan de helft heeft RV weg weten te halen. Nou, er zijn op dit moment geen verdedigingswerken meer actief. De King's Ability is ook nog in kracht. Nou, die hoef je eigenlijk niet te gebruiken. Het opruimen is begonnen. En het is een kwestie van tijd voordat alle gebouwen zijn weggehaald. En dan zal ook RV hier een 3-star gaan ophalen. Knappe aanval. Nou, ik heb je 3 stadhuis 8 aanvallen laten zien. In de comments was daar behoefte aan. Ik hoop dat je wat tips hebt gekregen om dat voor jezelf toe te passen. Deze kan je in stadhuis 8 toepassen. Met name de bowler walk is erg leuk om te doen. 5 bowlers, 3 of 4 helers erachter. En aan de andere kant de rest van de troepen. Daar hoef je niet eens per se een queen voor te hebben. Want de bowler walk kan je ook op stadhuis 9 doen. Probeer dat eens voor jezelf. Kijk of het voor jou werkt. Gebruik de uitdaging onderling om dat te testen. En wie weet word je daar wel een succesvol aanval mee. Nou, deze aanval komt tot een einde. Een 3-sterren voor RV. En daarmee komen we ook aan het einde van deze uitzending, aflevering. Ik wil je opnieuw bedanken voor het kijken. Vergeet niet een like achter te laten omdat je mijn video's leuk vindt. En voor nu is het game over.